samenwerking van Sequence Entertainment en zangstudio Nanda Akkerman bij dit hele mooie verbouwde kantoor. Willen jullie allemaal welkom heten. Ik vind het super tof dat jullie er allemaal zijn. We hadden niet verwacht dat het zo vol zou worden, dus dat vinden we te gek. Het was de bedoeling dat ik een kleine speech zou geven. Daar heb ik de hele week... ik had een heel verhaal geschreven, maar dat werd weer veel te langdradig. Dus ik ga het proberen zo kort mogelijk te houden. Ronald is de CEO van Sequence. Ronald Leeuwang. En in 2011 trad ik op in Paradiso. En toen hebben Ronald en Michael van Sequence Visual hebben elkaar ontmoet. En eigenlijk was ik die avond ook aan het optreden. Dus zo hebben we elkaar al een beetje ontmoet en kwam de verbinding. En 2 jaar daarna was ik met Serge Julien in gesprek over mijn carrière. En we hadden erover nagedacht van wie nou een goede persoon zou zijn om mij in mijn carrière te begeleiden. En toen kwamen we eigenlijk op Ronald. En we hadden een gesprek gehad in Den Haag. Het klikte heel erg goed. En sindsdien werken we samen. Wat zei je? Nog steeds. Nog steeds? Zij dacht, klinkt heel erg goed. Oh, oké. Okay. Goed hè, Serge. En nou, wat ik heel fijn vind aan Ronald en aan Michael, is dat zij datgene wat ik mis, vullen zij op. En ik ben een ondernemer, ik zie mezelf ook als een ondernemer. En met zangstudio Nanda Akkerman ben ik in 2012 mee begonnen. En wat ik merkte is dat ik het lastig vond om een bepaalde uitstraling te creëren naar de buitenwereld toe. Want grafisch ontwerp is niet mijn beste kant. En marketingtechnisch waren er ook nog wat dingen waar ik nog niet zo in ontwikkeld ben. En op het moment dat ik met Ronald eigenlijk in gesprek ging en ging vertellen over bepaalde dingen die ik voor me zag, dan kon hij gelijk met de oplossing komen. Dan dacht ik, hey, ja, precies, dat heb ik nodig. En het is heel fijn om een persoonlijke en een zakelijke klik te hebben met iemand. En dat heb ik met Ronald. En René van Ginkel is ook een artiest van Sequence Entertainment. Juist. En zij gaat straks ook een liedje voor ons doen. Wat ik wil zeggen is dat ik hoop dat we gaan groeien als bedrijf. Dat we groter mogen worden, dat we nog meer artiesten erbij kunnen zetten. En dat we heel veel leerlingen mogen krijgen die we kunnen vocal coachen. Dat ze allemaal weten hoe ze hun stem goed moeten gebruiken. We gaan luisteren naar René. Dank jullie wel. En ik hoop jullie allemaal nog een keer te zien. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. We hebben hier ook een prachtige taart staan. Die gaan we natuurlijk aansnijden. De taart is eigenlijk ontworpen door Sandra. Sandra heeft hem gemaakt. Je ziet de verschillende kleuren van Sequence. Alle verschillende business units die staan erop. En heel klein hier het logootje van Nanda. De logo die wordt deze week via het internet wordt die eigenlijk gepresenteerd aan jullie. Dus hou dat goed in de gaten. We hebben de afgelopen weken een nieuw logo ontworpen, helemaal omgezet. En dat gaat ook in de toekomst, gaat dat in alle reclameuitingen van Zangstudio Nanda Akkerman, gaat dat naar buiten komen. En daar zijn we heel erg trots op. En met name Nanda zelf, denk ik. ik wil jullie allemaal bedanken dat jullie er zijn. Het is geweldig natuurlijk, zoveel mensen. Mensen die ik ken, mensen die ik niet ken. Ik hoop dat ik jullie allemaal ook meer ga leren kennen. En de andere mensen die ik al ken ook nog meer. En hopelijk zien we elkaar ook vaker op evenementen of hier op kantoor of weet ik het waar. Hartstikke bedankt. Yes. We gaan de taart afsnijden. Yes. Yay. We doen. Leuk liedje. Toepasselijk, hè? We gaan trouwen. Ja! Nee, we gaan hetzelfde. We moeten even bukken. We gaan ook nog bukken, hè?
warm. I'm pretty crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here to take a break. Down, I set your love to high.